Gewoon. Dat echt je hele leven in, allemaal samenvalt in één droom. Het is heel schuimig. Niet normaal. Heftig. Ziek, vet. Dus ik heb geen leven meer thuis. Dit is een zwangerschapstest. Gewoon ineens een gender reveal hier. Eten. Het is oud en nieuw, dit is mijn outfit. Happy New Year! De laatste troepjes. Oh, nou, dat moet ik toch maar gaan proberen. Wat vond je er nou van? Lekker. Maar dat zijn echt jouw kijkers. Volgens mij zouden mijnen dat niet. Oude mensen die dus hun boodschappen niet zelf doen. Omdat ze de deur gewoon niet uitkomen. Hallo, vlog is voor twee vlogs. Dat is zo raar. Voor deze vlog is het heel weinig. Maar we waren net lekker gezellig bij mijn oma en mijn tante was er ook, Inger. En nu gaan we naar mijn ouders en mijn broertje en zijn vriendin komen ook nog. Mijn moeder die was donderdag jarig. En het is grappig, want donderdag was een hele belangrijke dag. Dat ga je in de andere vlog zien, maar ik vond het wel grappig dat het dus om mijn moeders verjaardag was. Kijk trouwens hoe Nes die je vinger eruit ziet als je een pleister hebt gehad. Ugh. Gisteren gingen we kerstbomen opzetten op mijn werk en helemaal mijn huid is eraf. Dus mama is jarig, ik heb een boek voor haar. Wat ik heel leuk vond voor kleuters, omdat ze kleuterjuf is. En hij heeft koffie en ik heb nog een bodydoosje en zo. Dus we gaan gezellig haar verjaardag vieren, lekker eten. Ik ben super lang niet bij ze geweest, dus ik heb er wel zin in. En de muren worden dus echt heel vet. Dus ik ben benieuwd als we straks thuis komen. Tot 8 uur 's avonds of zo is Pom straks bezig. Als we thuis komen is het als het goed is de slaapkamer gedaan en de keuken. En dan moet hij het nog afschuren en zo, maar heel benieuwd. En morgen gaat hij de hele gang doen. Het wordt steeds meer af. Echt leuk. Het zout in een doek laten uitlekken. Zo. Deze lekker, Lot. Vertel het nog even een keer, papa. Dat is wel weer leuk. Dit is gommoes, hè? Wat, dit is gommoes. Dat werkt nog niet aan. Dit is niet meer mooi. Gommoes met veel citroen. Mm. En dit is labneh. Dus uitgelekte soort hangop. Een soort uitgelekte Griekse yoghurt. Tapenade en zelfgemaakte pesto. Wat is dit? Cadeautjes. Het lijkt echt professioneel zo met die. Ben ik toevallig, ben ik jarig? Wie is er eigenlijk veel? Mama is het cadeautje van haar aan het openen. Echt? Eergisteren. Dus dat was december. Nou, we zijn heel nieuwsgierig hoe die hier gaat smaken. In een ander apparaat. Vindt iedereen lekker vrouw? Maar ik vond dat niet van. Dat op elkaar lijken? Oh, we lijken niet op elkaar. Oh, wij lijken. Maar jongens, even aandacht voor het cadeau. Nee, mama, wat ik zeg, je wil het niet, want je haat dit. En je wil dat ik het naar de kringloopwinkel breng. Maar ik heb er expres al in geschreven, zodat je het niet kan terugbrengen, want ik wil gewoon dat je het houdt. Hoezo wil ik dit niet? Ja, ook niet van boeken en dan vind je dat ik dat in de kringloopwinkel moet kopen. Hoezo houdt niet van boeken? Nee, vind je onzin, denk ik. Maar toch heb ik het gekocht. Is het lekker, kiekeboe? Grappig dat je dat kan. Heerlijk, hè? Het spreekt. Ja. Het mooiste boek van alle kleuren. Het is heel leuk voor jou, vond ik. Ik heb erin ik zeg het geheel, als ik erin schrijf kan ze het lekker niet meer terugbrengen. Wat is dit dan voor moois? Heel mooi boek. Mag ik dit voorlezen? Oh, ik heb hier wel over gehoord. Zo. Echt? Ja. Kijk dan, wat is het dan voor moois? Vond het zo leuk voor jou? Maar wat gaaf. Ja, even aan de vlog laten zien. Superleuk, mam. Beetje zoals Erik Karl. Gaaf, maar je kan hier uren naar kijken naar dit boek. Erik Karl doet het met dieren en kleuren. Maar dit is echt, weet je hoe leerzaam dit is? Ja, maar het is leuk voor kleuters, maar ook voor oudere kinderen hoor. En voor volwassenen. Voor kleuters is het nog best wel moeilijk. Heel moeilijk om te lezen. Het is leuk om op kleinkinderen en zo ook voor kijk, te lezen. Kijk, mag ik eens kijken hoe het eruit ziet? Dit is echt heel... Heel bijzonder. Kijk, dit dus. En ik heb dit erin geschreven. Voor de allerliefste kleuterjuf en mama. Ben er zo trots op? Eet smakelijk. Ben je zo trots op? Ja. Het is wel heel smaakvol gedaan dat je allemaal af had. Wij? Ja, ik moet zeggen dat bij Olivier en Melissa ook toen ze dat allemaal klaar hadden. Ik dacht, wow, wat doen jullie dat allemaal knap. Maar ik vind dat jullie het allemaal wel heel mooi doen. Ja. Lekker. Wat is dit? We zijn alle niet-vegetariërs. Ga op in plaats van Eline. Oh, hij is knap. Maar jullie moeten echt allebei zo'n... Mooi ding? Ja. Nee, een portie dat te hebben. Die lekker. Kijk, Eline, zo'n portefilter moet je hebben. Die heeft geen. Zie je? Lotte, wat film je toch verloren? Papa wilde foto's maken, dus we hebben net foto's gemaakt. Hoe ben jij zo chockerend, we lijken allemaal zo dik. Met een heel klein roze garnalenhoofd. Het is zo beschamend. Het is niet normaal. Heb je ze gestuurd? Nee, Oli, ik wil dat echt niet. Ik heb er niets mee te doen. Ja, maar dit wordt voor altijd op ons netvlies gebrand. Oh, maar ik wil niet dat heel dit ook nog ziet van mij. Oh! Kiekeboe? Wat is dat dan? Zeg maar dat je dus voor de wind. Haar, vieze poep. Voor de wind? En wat doet dat dan? Geluid tegenhouden. Ja. We moeten even kijken of we er echt zo raar uitzien. Kennen jullie een nieuwe camera? Nee. Oh,
Nee. Het komt er nu echt uit. Ja, zie je het wel. Ja, ja. Moet je nagaan wat die blauwe muur, de groene muur dan nog gaat doen. Want die is nu al echt... En die wordt echt... popping. Ja. Maar dat moet ook, hè? Die, want die wordt wat heftiger, maar dat is natuurlijk... En omdat die wat donkerder is, valt het ook iets meer weg. Ja. Dus dan kijk dat die dat ook meer kan hebben dan. Is dit de finishlaag? Nee, ik ben hem nu aan het primen. De finishlaag aan het primen. Nee, dit is eigenlijk, dit is nu met de mineral sealer. Dus ik zet hem hiermee dicht voordat ik hem ga aflakken. Wow. En hierna lak ik hem af en dan is hij helemaal klaar om... Dan kan je eens nog één keer gewoon even uitleggen hoeveel lagen er nu zeg maar op zitten. Want ik heb natuurlijk niet alles kunnen filmen. Met de voorstrijk, 2 lagen van het materiaal zelf, Marmorino KS. Dan de mineral sealer. En dan aflakken zo meteen. En geschuurd tussendoor. Ja, vijf, ja, dus met 6 handelingen. Ja. En dan zo meteen nog afplakken. Of afkitten. Ja, tof. 7 handelingen en dan is die af. Hé. Hey. Ja, toch? Goed hoor. Kijk hoe vet. Dit is dus nu geschuurd. En hier komt er straks nog een laag overheen. Oh ja! Oh jongens, kijk, ik heb bij Black Friday mijn enige bestelling die ik heb geplaatst, was bij Bath & Body Works. Super vet. Ik heb dus al heel veel, maar ik dacht, waarom niet? Het was 2 plus 2 gratis, dus ik heb allemaal handzeep. Echt heerlijk. Geen kaarsen heb ik besteld trouwens. Er waren niet zoveel lekkere. Kijk, super leuk. En deze... Want hier had ik er eentje van en die vind ik echt heel, heel chill. En hij is helemaal op. Dus ik heb er 4. En hier nog 2 zeep. En dan nog van die mini hand sanitizers. Volgens mij in 3 geuren. Of in 2. Oh ja, en deze. Superleuk. Lekker bezig. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben hem eventjes aan het afplakken voordat ik hem ga inwaxen met de wax. Oh ja. Dus zodat je wax niet helemaal op het plafond zit. Ik kan wel op je plafond waxen. Zo tof. Oh, je hebt nu gescheurd. Ja. Oh, ja, denk. Ja, met Nico hoor. Dan zo meteen. Jeetje, Mina. Het is grappig. We zeggen net echt van, oh, eigenlijk vinden we zo wel mooi. En wordt het dan niet... Weet je wel, als je het mooi vindt, dan denk ik, ik wil het zo houden. Maar dat schijnen dus heel veel mensen te zeggen. En dan zie je de volgende stap en dan is het weer mooier. Zo grappig. Hoe vet. Dat is echt niet normaal. Wax, hè? Ja. Op deze muur komt dus een waxlaag. En op deze zit een... Bright, nee. Ja, daar komt de lak ook mee. Laklaag. Oh ja, wax, lak. Wax. En hier lak. En dat wordt een klein beetje meer zijdig glans, maar alsnog niet heel erg glans. Zodat je dus het makkelijker kunt afnemen omdat het in de keuken is. Dat zeg ik nu goed, toch? Ja, oké. Okay. Top. En je ziet het, hè? Dat is zeg maar het verschil tussen links en rechts. Ja. Grappig, ik heb dus normaal nooit iets met dit soort kleuren. Met groen? Nou, ik vind het dus nog steeds blauw. Maar wat het ook is, petrol. Maar ik vind het zo vet, niet normaal. Want dat goud ook, ik vind het echt prachtig. Groen. Nou... Op mijn story reageerde iedereen dat het nu wel blauw lijkt. Ja? Ja, als je hier staat. Ja, het is ook blauw. Echt? Ja, lekker. Ik ben vanavond. Hier zijn trouwens nog jongens de stalen, want die heb ik toen niet laten zien, want toen was het heel donker. Of ik heb het wel gefilmd, maar dit krijg je dan dus. En als je dan goedkeurt, dan kan hij aan de slag. Zie je, dit is een andere finish. Dit is volgens mij zijdeglans en dit niet. Slaapkamer. Zo. Nou ja, dit is echt wel wat je krijgt. Tof jongens, zo tof. Dit zou beneden, nee niet beneden worden. Nee, we moesten kiezen uit dit of dit. Voor de keuken en uiteindelijk gingen we dus voor dit. Ja, dat was het. Oh ja, en Pom die zei net van de gang beneden. Die heeft nog een kozijn erin, want hij heeft daar een deur gezeten. En we hebben dus besloten om te wachten met de gang. Want we willen eigenlijk de vloer er nog uit. Dat kozijn kan er het beste uit, want dan wordt het gewoon veel toffer. Dus we gaan eerst even die gang nog aanpakken. En als dat klaar is, komt Pom de gang doen.
Dus dat bewaren we nog voor later. En dat gaat echt vet worden. Deze muur heb ik nog helemaal niet gefilmd. Kijk jongens, hoe gaaf. De buizen gaan we dus zelf dan nog in dezelfde kleur normaal verven. Want dit pakt niet op zo'n buis, toch? Mom? Ja, dat is niet heel mooi. Dan blijf je echt de kwaststrepen zien. Zeg. Ja. En hij is nu dus bij elke muur aan het kitten. Dus dan plakt hij het eerst weer helemaal af. En dan gaat hij met kit tussen die dunne lijntjes. En dan haalt hij tape weer af. Dus dat is echt heel chill dat hij dat doet. Want dat is echt de finishing touch. Dat maakt het zo net. Het is weer tijd om gezellig een dagje in te vallen. Lange dag, 8 tot 4:30. En dan nog, de kinderen zijn er tot 4:30. Dus pittig dagje. En daarna moet ik sporten. Hi jongens, ik had dus vandaag ingevallen. En vanwege corona hadden ze een uur korter school. Dus dat was wat chill tot 2:30. En hij zei, je moet ook eigenlijk meteen weg. Even goed lokaal achterlaten en wegwezen. Dus daardoor kon ik ook nog naar de sportschool. Want die is natuurlijk ook om 5:00 dicht. Dus ik heb gesport. En het invallen ging goed. En er werd weer gevraagd of ik daar wilde werken. Maar dat ga ik dus niet doen. En nu kom ik thuis en is er gekookt. En dat is zo chill. En ik had gisteren heel veel zin in pasta tomatensaus. En dat eten we nooit. En wat eten we vandaag? Pasta tomatensaus. En hij wist niet dat ik dat wilde. Dus iedereen wilde blijkbaar pasta tomatensaus. Dus ja, yummy. Yummy. En nog yummy. Wij hebben dus heel chill een Emma-bed gekregen. Zoals jullie weten, een tijdje geleden. Maar, wow, voor het eerst hebben we hier dus dit soort licht. Wat we eigenlijk niet wilden, was een foutje. Maar iedereen is zo'n fan van het Emma O2 matras. Dat we die dus ook nu hebben gekregen. Om uit te gaan proberen. En als we die lekker vinden, nog lekker vinden dan topper, mogen we die dus houden. Want we hebben nu een topper. Dus die ga ik even openmaken. Hier zit dus een 2x2 matras in. Hè? Kan je het je voorstellen? Hij heeft hem net naar boven getild. Vet zwaar. Dit is overigens onze muur geworden. Maar we moeten dus de buizen nog zelf verven. Want dat is niet te doen op de manier waarop Pom verft. Dit is dus de kleur. Een beetje tussen oud roze en terracotta in. Daar moet nog stopcontact natuurlijk. En eigenlijk dacht ik meteen van oh my god, ik wil eigenlijk ook al die andere. Dit allemaal in één kleur. Maar goed, we hebben voor één muur gekozen. Even dit ding doen. Wow, je krijgt er gewoon een mesje bij om het open te maken. Vet professioneel dit. Ik ben zo benieuwd naar dit matras. Hoe bizar dat dit een 2x2 matras is, jongens. Hoe dan? Echt, hoe dan? En hoe lang gaat het duren voordat deze fluffy is? Oeh, hij stopt hier al. Hè? Nee, dit kan geen 2x2 zijn. Hij kan toch niet ook nog zo dubbel geklapt liggen? Ja, Emma O2, 2x2. Doei-doos. Oh zo, wow. Handig? Sorry. Wow, yo. Dit is echt huge. Als je bij de IKEA matras koopt, is hij niet zo erg vacuüm, hoor. Nou, het ziet er prachtig uit. We moeten hem nu even met rust laten. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik ben heel benieuwd. Maar we hebben nu echt een mega dik bed straks. Want een boxspring, daar hoort eigenlijk gewoon een topper op. Maar wij hebben dan een boxspring met een matras. Goedemorgen, we gaan weer aan het werk en ik liet net super 3 krukken op mijn hand vallen en het begint helemaal blauw te worden. Maar ik kan nog bewegen. Olé. We hadden weer een nieuw Engels thema, de posters zijn echt heel lelijk geworden, maar oké. Voor nu laat ik het. We hadden kosmisch, weer over de middeleeuwen en dan over heksen en kruiden. En dan gingen we door op cyclus van zaadplanten. Superleuk. Dat is leuk aan kosmisch, biologie, geschiedenis, lekker gecombineerd. Gelukkig heb ik de hele ochtend met ijs gekoeld. Anders was het echt erg geweest. Het doet pijn, jongen. Niet normaal. Zo klunzig. Het was een hele goede dag. Heel leuk. En jeetje, ik weet tegenwoordig gewoon niet meer wat ik moet vertellen, joh. Behalve die andere vlog die ik aan het maken ben. Maar goed, binnenkort begrijpen jullie beter waarom ik nu niks kan zeggen. Misschien is dat inmiddels wel. Ik ga nu voor die vlog vloggen, dus doei. Hallo, wij gaan vandaag een kerstboom kopen. Wat ik daar leuk aan vind, is dat het echt een herinnering is die ik van vorig jaar heb. En zeg maar, we krijgen nu steeds voor het eerst dat we voor de tweede keer dingen gaan doen, weet je wel. Eerst was alles nieuw en nu is het de tweede keer dat we dus samen een kerstboom gaan kopen. En zo, vorig jaar vond ik dat zo leuk. Dus nou ja, dat vond ik gewoon grappig van, wow, het is alweer een jaar geleden dat we dat gingen doen. Dus we zijn nu bij de intratuin. Ik ben in mijn eigen auto, want dan past de kerstboom tenminste in de auto. En gaan we lekker een grote boom uitzoeken. Nou, we hebben een boom hoor. Het was echt moeilijk. We vonden ze niet zo erg mooi. We hebben nu een relatief kleine. Omdat we die wel wat mooier vonden.
Maar ik merk dat ik zo nog niet in de kerstsfeer zit. Hebben jullie dat ook? We liepen er rond en echt alles is zo sfeervol, kerstachtig en zo. En ik had echt nog geen kerstvibe. Terwijl, I love it. Ik ben echt geen overdreven kerstpersoon, maar ik hou gewoon heel erg van de gezelligheid. En ook in de klas, weet je, dat digibord aan en lekker boompje op beeld, op haard. Superleuk. Ik zit echt nog niet in de sfeer. Dus misschien door de kerstboom straks. En het is ook best wel lekker weer vandaag. 13 graden, een beetje zon. Dus misschien ligt het ook daaraan. Ik ben wel goed bezig, want ik ga naar de gym. Ik heb mijn sportkleren bij me, handdoek. Ik ga lekker sporten. Want ik heb dinsdag voor het laatst gesport. En volgende week dinsdag moet ik weer hier in de buurt invallen. Ga ik weer sporten. Ja, normaal sport ik op donderdag. Maar ik ben nu zo druk met alles. Dus oké, sporten. Het is 2:30 of zo. En om 4:00 komen alweer... Oh nee, het is 2:00. Ouders van Hadi waren net ook mee kerstboom kopen. Die komen en zijn zus met zijn vriend. Want we mogen 4 mensen uitnodigen. Gaan we lekker borrelen. Niet koken, maar gewoon echt borrelen. Gewoon gezellig. Die komen even naar ons nieuwe huis kijken natuurlijk. En that's the day. En ik was gisteren heel hard bezig om aan de vlog te werken. Met de andere vlog dus. Over mijn onderneming waar ik mee bezig ben. En ik heb heel veel zin om die te gaan uploaden. Het zijn dus heel weinig vlogbeelden die ik voor deze vlog maak. Maar ik maak ze nog wel. Op een gegeven moment wordt het misschien 1 vlog. Maar ik wil voor nu een serie maken van die ander. En daar ben ik gewoon heel veel mee bezig. Dus deze vlog is wat minder. En ik merk ook dat mijn vlogs minder populair worden. Jullie vinden ze minder leuk. Misschien komt dat dus ook omdat ik dus minder deel. Ik weet het niet. Mensen zeggen ik mis wat meer dat je over jezelf vertelt. Maar ik weet niet zo goed wat. Want mijn leven is gewoon best wel stabiel. En ik heb gewoon niet... Ja, ik film gewoon hoe mijn leven is. Ik doe zeg maar niet mijn best om iets te doen voor de vlog. En dat vind ik juist altijd wel een beetje mijn kracht. Dat het gewoon mijn leven is die je ziet. Maar heb je een vraag of wil je dat ik over een onderwerp klets? Tell me, want ik ben super open en eerlijk, weet je wel. Dus dat is echt het probleem niet. En volgens mij heb ik ook best wel wat persoonlijke stukjes erin. Alleen er is niet echt drama aan of zo. Mijn leven is echt vet, chill en stabiel en ik ben helemaal blij. Misschien is dat wat minder leuk om te zien. Ja, en ik doe natuurlijk heel weinig buiten de deur, ook vanwege corona en ook omdat ik gewoon druk ben. Dus in die zin zie je ook weer geen hele blije, gezellige vriendinnenmomenten. Het is gewoon ik. Ja, ik vind het trouwens altijd vet chill als je mondkapjes hebt. Heb je een vet goede kaaklijn. Let's go to La Gymos. Ik heb even een look laten bijknippen. Super chill. Ja, ik kom uit de gym en ik dacht, oh ja, ik mag mijn look gratis laten bijknippen, dus waarom niet? Want hij was best wel weer gegroeid en ja, en dit licht lijkt me nu mooi, maar in feite is zeg maar qua kleur... Highlights, dan normaal blond en dan daaronder echt zilverblond. En dat is er nu bijna af. Dus dat is vet chill. Ze zijn de Aldi geweest en nu naar huis en douchen. En dan komen ze borrelen en dan het is al bijna 4:00. Goodbye. Borrel. Ik ga nu niet zeggen wat het dan is, want daar heb ik nu geen tijd voor. Iedereen is altijd zo stil. Borrel op de knie van mijn schoonvader. Borrel op de knie van mijn schoonvader? Wat? Oh. Kerstboom is ondertussen op. Meer moet ik niet doen. Gezelligheid. Leuk is dit kacheltje. Wat we hebben gekocht bij de Intra tuin. Toen ik het in de winkel zag, vond ik het al meteen een goed idee om deze te gaan kopen. Zo grappig. Dit vond ik ook een goed idee om deze te gaan kopen. Lou, snap je dat alle tassen nog in mijn auto staan? Ja, ik snap hem ook. Oké. Doei. Yummy. Dit is even proberen. Met baking glue. Heel lelijk. Nou, ik zie echt helemaal niks met dit ding. Helemaal duizelig. Een huis. We are going to make gingerbread houses. Food. Lekker. Hallo jongens. Kijk, dit zijn mijn plukjes. Ik vind ze wel schattig. We hebben vandaag lekker een chill dagje. We kijken nu The Unforgivable. Nieuwe film. Is wel leuk. Niet heel spannend moet ik zeggen. We zitten nu al 50 minuten zie ik. Hij is wel leuk, maar ik vind hem nog niet echt geweldig. Dit is de kerstboom. Oh, hi. Super ingezoomd. Oh, hi. Lotte is er. Ja, Lotje is er. We hebben elkaar best wel lang niet gezien. Nee, echt te lang. Waardoor eigenlijk? Niet echt reden. Toch? Druk allebei. Allebei gewoon druk. En dan vinden we dat niet erg. Nee. Dan gaan we lekker eten. Eet en bijkletsen.
Oh, dat ziet er zonder flits altijd zo niet lekker uit. Ja. Ja, het is zo moeilijk, want in het echt ziet het er echt lekker uit. Ja, het ziet er echt lekker uit. Hoi. Hoi. Food. We hebben parelcouscous met pompoen, witte ui en champignons uit de oven. Met heel veel tijm, balsamico azijn, feta, gebakken pompoenpitten en truffelolie. Best wel lekker. Ja, het ruikt ook echt heel lekker. Ja, heerlijk. Food. Oh, die gaten moeten we ook echt gaan doen. Oh ja. Ik heb zo van die comments. Jeetje, dat je met al die zooi kan leven. Wat duurt het allemaal lang? Denk ik, jongens, ik vind het hier helemaal geen zooi. Ik vind het echt best wel netjes te laten. Het is hier echt wel netjes hoor. Ja. En het is ook geen zooi die echt storend is. Nee, ja, zo. Daar inderdaad is het nog steeds geen kast. Ja. Nee, maar boeien, er ligt een gereedschapskist. Ja. Hallo, je bent nog een soort van aan het klussen, toch? Ja, maar dat maakt toch niet uit dat het lang duurt. Wij genieten nee. Echt vet erg van ons huis. Ja. Ja. Wat heb je? Een Bailey-reisje. Is het lekker? Ja. Het is van de Aldi of zo volgens mij. Die hebben soms van die... van die grappige dingen. Waarom heb je allemaal alcohol naast je staan? Wil je dat hebben of zo? Ik heb wel een likker. En anders, dan weten ze niet wat ze missen. Ja, net als het ijsje. Dit is een reclame. Ik lach, maar ik ken het niet. Dit is heel lekker. Nee, ik bedoel, het was net een reclame zoals jij het deed. Oh. Ik heb veel te kort geslapen, want ik was tot 1:30 bezig met mijn video. Van Droom tot Werkelijkheid aflevering 1 online te krijgen. Want dat wilde ik heel graag. Dus het was een kort dagje, maar ik ga vandaag invallen op een nieuwe school en ik heb er zin in. Oh my god, het is zo'n chille invaldag. Ik ben nu eigenlijk klaar, want ze hebben het laatste uur gym. Maar dit is echt de rustigste klas die ik tot nu toe heb gehad. Ze luisteren zo goed. Het is vet leuk, want het is een groep 5 van een juf die ook fulltime werkt. Dat is precies wat ik vorig jaar ook deed. En ze behandelen me gewoon alsof ik hun eigen juf ben. En geweldig, ze luisteren goed. We hebben keihard gewerkt, het was gezellig. Echt leuk. De juf had ook verteld dat ik kwam, juf Charlotte. En toen heeft iemand een kerstkaartje voor me geschreven. Ik bedoel, hoe lief. Echt te schattig. Ik zie er super moe uit, maar dat is niet door de dag. Dat is omdat ik veel te laat ging slapen. Maar het was zo'n leuke dag. Het is de fijnste groep die ik tot nu toe heb gehad. Want ze behandelden me echt alsof ik hun juf was. Gewoon vet veel respect hadden ze voor me. Iemand kijkt naar mij. Ze hadden echt vet veel respect voor me. Ze kijkt nog steeds naar me, dat is super cringy. Ze hadden heel veel respect voor me en ze luisterden goed. Ze werkte hard, ze waren aardig tegen elkaar. Ze waren rustig, gewoon alsof ik hun juf was. Alsof ze me al heel lang kennen. Echt zo relaxed. Dus dat was wel heel fijn. En het was groep 5, dus ik kende snappen, ik kende de methode, ik kende de lesstof. Bijvoeglijk naamwoord kende ik. En die methode kende ik weer van het invallen. En het was echt een super fijne dag. Heel relaxed. Oh, kijk. Mijn gouden schenktuitje is er. En ik heb allemaal nieuw gembersap gekregen. Wat ik altijd dus bestel. En nu heb ik het gratis gehad. Oeh. Super chic. Kan je perfect je dosis meedoen. Dat je niet zo veel eruit hebt. Ik heb vannacht dus echt 5 uur geslapen. En nu is het al 11 uur. En ik heb vandaag denk ik 1.5 uur niet gewerkt. Op deze dag. En dat was tijdens het avondeten. Uit mijn werk webshopbestelling gemaakt. Toen moest ik dingen regelen, dingen kopen. Daarna bezig geweest met mijn tweede aflevering. Daarna bezig geweest met het concept en vergunningen. En nu is het 11 uur. Ik heb letterlijk alleen tijdens de avondeten niet gewerkt. Bizar. Het was er zo weer ingeruimd. En nu naar bed. Ik vind het wel heel leuk. Running. Ik moet gewoon naar bed, want ik moet ook slapen. Goed, het is druk, maar echt heel leuk. Hoi. Ik stel mijn haar niet meer nu eventjes, omdat het zo stijl is met dit weer, dat ik het echt niet meer mooi vond. Dus het ziet er een beetje apart uit. Oh jongens, ik heb zo weinig geslapen. Het is bizar. Zaterdag 3:30 naar bed. Gisteren 12:30. Eergisteren 1:00. Echt helemaal gek. Maar zaterdag was gewoon een hele leuke avond. En de andere dagen, ik zit zo erg in een lekkere workflow. Ik heb dus 5 banen nu, hè. Je zou bijna als 6 kunnen zien. Nou, oké, of 4 banen. Maar juf, maar dan dus... Van 2 groepen en infojuf. Dat zijn eigenlijk 3 verschillende dingen, maar je kan het ook als 1 zien. Maar dan nog mijn horecazaak, mijn webshop en mijn YouTube kanaal. En dan ben ik ook nog de vriendin van mijn vriend. En dan heb ik ook nog een huishouden. Het is zo druk, maar ik vind het zo leuk. Het is echt heel leuk. Alleen zie ik slaaptekort, dus ik krijg er altijd lekker een bolle toet van. Maar ik voel me nog best oké. Ik ben alleen nog wat sneller chagrijnig. Als koffie ineens op is of zo, ben ik echt super chagrijnig. Ik ga nu naar de Hanos, want...
precies vroeg wie wil er even naar de Hanels voor het kerstdiner, voor wat placemats en zo. Toen zei ik, ja, ik heb echt het minste doel van iedereen, dus ik ga wel. Dus ik heb Bartje van school mee en zo en ik vind het wel leuk. Dus dan ga ik zo weer terug. En dan hebben we straks eventjes een meeting over hoe het volgende week gaat, want de scholen gaan dus dicht. Nou ja, een week eerder kerstvakantie. Dus ik moet waarschijnlijk een noodopvang doen, maar vrijdag waren we al, hadden we al een studiedag, dus alleen op de woensdag. Maar het is niet zo dat wij ook vakantie hebben of zo. Nou, nog 11 minuten rijden naar de Hanels. Ik ben benieuwd, ik vind het wel leuk. Dan kan ik ook vast eventjes kijken wat ze daar nou allemaal hebben in verband met mijn horecazaak. Nou, missie geslaagd. 220 servetjes. En 250. Niet hele bijzondere, maar toch kerst. Placemat. Ik heb een perspakket gekregen. Ik dacht, wat is dit nou weer? Hebben ze van Instagram gehaald, super schattig. Allemaal van merci. Nog een merci. Nog iets. Nog een kaartje. En nog een merci. Lekker aan het koken. Niets lekkerder dan een verse saus. Dit is van tomaat, paprika, ui, knoflook, rode peper, honing. En dan straks pureren. Mm. Verse saus, zo lekker. Lekker joh. Ik was even de flessen wegbrengen die de kinderen verzameld hadden. Voor het goede doel. Superveel. En ik heb ook kerstcadeautjes gehad. Kijk hoe lief. Kerstkaartje, douchegel. Superleuk deze. Het licht. Zo. Kijk, en een gelukskoekje. Ik zeg dus net tegen jullie dat ik zo moe ben. En ik heb de haar net. Ik heb geen zin om te borrelen vanavond. Vanavond hadden we geen eten, dus zouden we gaan borrelen. Ik zeg tegen jullie, ik ben heel moe. Ik zeg tegen hem, ik wil niet borrelen. Ik heb geen zin. Kom ik thuis, heeft hij iets helemaal schattig. Kaarsje aangestoken en een borrel gemaakt. Dat hebben wij dus altijd. Als ik ga zeiken, dan heeft hij net iets schattigs gedaan. Dit is toch super schattig. Hij heeft een kaarsje of een tomaatje geprikt. En een toren van komkommer gemaakt met balsamico. En we gaan een wijntje proeven die mijn directeur heeft aangeraden. Deze heeft mijn directrice aangeraden. Viognier. Met een kuiken erop. Zo jongens, ik heb haar gewassen. Het ziet er echt niet uit. Ik heb make-up nog niet af, maar we gaan even naar de Bouwhof. Ik ben echt raar vandaag, zeg maar. Ik weet niet of er mensen zijn die het ook hebben. Ik heb dit dus. Ik verwerk heel veel in mijn slaap. En deze week had ik best wel een drukke week. Heel moe. Ik was best wel een beetje vaak chagrijnig en zo. En ik wist gewoon, mijn lijf en mijn hoofd weten. Het is nu weekend en we hebben eindelijk een keer een weekend waar we geen afspraken hebben. Dus ik ga uitslapen. En ik ga waarschijnlijk helemaal instorten. En dat is dus ook even gebeurd. Maar Hadi is dus in de nacht in het logeerbed gaat liggen. Hij zegt het net, je was helemaal aan het schoppen. En ik dacht echt, er ligt echt een eng iemand naast me. Ik ga weg hier. Maar ik heb dus heel veel dingen gedroomd. Dat echt je hele leven in allemaal samenvalt in één droom. Echt, nou, ik heb dat dus af en toe. Maar ik vind dat dus eigenlijk heel chill. Want dat betekent dat je gewoon zoveel verwerkt in je slaap. En dan ben ik vandaag nog een beetje in slaapstand. En dan ben ik morgen weer mezelf. En dat is best wel fijn. Maar ik ken niet veel mensen die zeggen dat ze dat ook hebben. Dus ik ben benieuwd of jullie dat ook hebben. Dat je echt zo'n slaapverwerker bent. En dat je dat dan dus echt de dag erna nog voelt. Dus, oh ja, en alles gaat weer in lockdown waarschijnlijk morgen. Dus we gaan nu als een gek nog even wat spullen halen, zodat we in huis aan de slag kunnen. Shoplog. Ik ga vandaag de plankjes ophangen. Haal ze op en ik teken rondjes. Haal is de hele dag aan het klussen en ik ben eigenlijk alleen maar aan het bewerken, want ik ben gewoon niet goed in klussen. Maar nu ga ik ook iets in het gezin, namelijk de planken insmeren. Heel dun, toch? Dun spul. Alleen de bovenkant, niet de randjes. Het is heel schuimig. Ik dacht dat het veel dikker was. Maar je gaat toch zien dat de onderkant dan niet gedaan is? Je ziet, ik heb toch ook de onderkant, dan kijk je tegenaan. Kijk hoe lekker ik aan het koken ben, jongens. Dit is aubergine, die is gegrild. Die gaat nu in de oven met inkepingjes erin. Ik zit ondertussen net voor te lezen, want te spieken wat het eigenlijk is. Ik zit echt maar zo dit recept zo op te lezen. Om te doen alsof ik een chef ben. Dan heb ik het met een halve eetlepel olijfolie en heerlijke Midden-Oosterse kruiden ingesmeerd. Dat iedereen heel aardig was. Dat ieder kind uit elke klas niet van meer hoeft te zijn. Stel je toch eens voor,
Ja, denk je dat geen zin denkt dat ik morgen... Hoe goed ziet dit eten eruit, jongens? Niet normaal. Aubergine met zelfgemaakte muhammara dus en bulgur en naambrood zit er ook nog bij trouwens. Die is nodig. Nog een heel naambrood erbij. Ziek lekker, denk ik. Wauw, bizar. Nou jongens, ik ben klaar voor een dagje noodopvang. Ik heb volgens mij 5 kleuters en 1 iets ouder iemand, dus gezellig. Nou, ik ga alweer naar huis. Ik had letterlijk 4 kinderen vandaag, waarvan 3 in 1 gezin. Zeg maar een zus uit groep 7 die gewoon helemaal op de 2 broertjes aan het passen was. En zo makkelijk. Gewoon, het verveelde me eigenlijk gewoon zelfs een beetje, omdat het gewoon allemaal zo bizar. Is niet te vergelijken met een dag juf zijn, alleen ik ben wel een stuk minder moe. Natuurlijk echt veel minder kinderen dan normaal, maar ik ga alweer naar huis, want ik heb echt niks te doen. Er is eigenlijk niemand, iedereen werkt vanuit huis en ik ben natuurlijk, ik heb niet mijn eigen groep, dus ik kan niet mijn lokaal gaan opruimen. Ik heb geen administratie, ik heb niks voorbereid, ik moet wat voor de rapporten schrijven, maar dat doe ik liever als ik de kinderen ook weer heb gezien en in mijn hoofd heb. Dus ik ga lekker naar huis. Het is 12:30, normaal zitten we nu nog te lunchen. Zou ik weer gaan hardlopen? Oh, ik ben gisteren gaan hardlopen. Dat was lekker. Voor het eerst sinds tijden. Ik heb super veel spierpijn. Dat was heel mooi weer. Het is nu ook heel mooi weer. Maar ik denk dat ik er een dagje tussen moet laten. Anders ga ik weer te snel. En dan ga ik daar... Doordat ik dan te snel of te veel doe, ga ik daarna weer niet ermee door, zeg maar. Dan vind je het ineens niet meer leuk. Dus ik kan beter niet te veel doen. Alright, vanmiddag naar ons pand. Maar dat zien jullie in mijn... speciale vlog daarover. Nou, deel 1 van ik had niks voor kerst, dus heb maar even wat besteld, is binnen. Dan kan je zelf koffielikeur maken. Whisky, wel leuk. En borrelbrood met rode wijn. Nou, geweldig. We zitten in de nieuwe serie Special Force te kijken op Videoland. En ik zit echt met een steen in mijn maag te kijken. En ik zit nu ook echt helemaal te huilen. Maar echt meer dan bij een film. Gewoon de tranen schieten uit mijn ogen. Zo heftig. Ik vind het echt een bizar programma, zeg. Zulke televisie is er niet vaak. Ik vind die Robinson dus echt niks meer vergeleken met dit programma. Pff, die afscheidsbrief, jongen. Zo. Jongens, we gaan iets ziek leuks doen. We gaan namelijk naar de Kruidvat. En ik heb er zoveel zin in om weer een keer iets te kunnen kopen in een winkel. Echt niet normaal. En ik heb een mondkapje op, zodat niemand ziet dat ik er zo verrot uitzie. Nee, je ziet het alsnog. Dat was echt leuk. Ik heb heel veel gekocht. Ik zal het zo even laten zien. Maar nu ga ik eerst rennen. Let's go. Het is zo koud buiten. Ik heb nog maar 7 minuten gerend, zie ik nu. Helemaal rood door de kou. Shoplog. Oh ja, deze puzzel had ik trouwens ook nog besteld voor onder de boom. Want deze vond ik zelf best wel leuk. Want ik hou niet van puzzels die te moeilijk zijn. En deze is best wel duidelijk, denk ik. Dus die lijkt me best wel leuk. Dus hij is ook voor mezelf. Ik heb... dit gekocht. En wat leuke make-upjes. Een eyeliner, want ik wil me vanavond opmaken en ik wilde gewoon even wat nieuwe dingen. Nieuwe eyeliner, zo'n nude voor op je waterlijn. Een liquid eyeshadow. Ik heb er heel veel lopen testen. Deze is best wel mooi. Hé, ik mis een... Nee, ik mis iets. Ik had ook een rode gekocht, die wilde ik vanavond op. Oh. Die is zeker uit mijn mandje gevallen ofzo. Dat is echt jammer, want deze wilde ik niet voor vanavond. Deze mascara, want ik heb geen favoriete mascara meer en deze is prima. Dus die heb ik, daar heb ik er 2 van. Oordopjes. Lipbalm. Weer ringen, want ik draag bijna altijd ringen. Dit is voor een dobbelspel morgen. Deze wilde ik vanavond op. Ik kon niet echt kerstachtige vinden. En terwijl haar dan rijdt, kan ik deze lekker op mijn nagels klikken. Dit is een liquid blush. Eyebrow gel met een heel klein kwastje. Dat is wel handig. Nog voor je waterlijn een witte. Wow, dit was het serieus. Zo weinig. En dit kost 76 euro, yo. Oh ja, en deze panty. Die waarschijnlijk ook niet goed is, omdat die veel te weinig den heeft. Maar ik heb hem maar gewoon gekocht, dat was 4 euro. Oh ja, en dit wil ik al heel lang. Want dan kan ik deze broek zwart verven. Ja, en daar Darling. Hi, darling. Ik wil iemand anders. Nee, ik heb een paté van gepofte koolrabi. Het is een zandbom met... Garnalen. Zo met garnaaltjes en avocado. Het zijn Koreaanse viskoekjes. Lekker. Is dat uit Berlijn? Nee. Oh, geïnspireerd. En het is een bloemkooltaart van Ottolenghi. Ja, maar in Berlijn hadden we zoiets, viskoekjes. Zo.
En voor de vegetariërs is er een heerlijke gemarineerde tofu. Toverbiefstuk. Van de tofu. Ik weet het niet. Foto's hier. Goed, camera's kunnen aan. Heel goed. Ik hier echt zonder flip. Waar ben je dan? Ik heb geen voor. Oh my god. Kiep wordt de avond van het leven. Papa, wat ben jij aan het maken? Flatbread. Flatbread. Laat nee, maar ik ben Griekse feta. Griekse pita aan het maken. Zo. Ja. Voorbij de tzatziki. Lekker zeg. Lekker, hè? Heb jij nou tot en wanneer ga je nou op school werken? Is het helemaal ingezoomd. Tot wanneer ga je, wanneer ga je weg van de school? Nou, als ik dan elke woensdag echt iets wil doen. En ik moet werken, dat is gewoon balen. Dus dan ga je liever invallen. Nu staat mijn loontoeslag. Heffing, ja. Loonheffing staat nu. Belastingkorting. Bij mijn invalkorting, dan ga ik hem gewoon weer aanzetten. Ik denk dat het best. En we gaan dinsdag, woensdag, donderdag tot 7:30 of 8:00. Dus ik heb geen leven meer thuis. Leuk, hè? Ik heb hele supportive men. Ja, die kunnen dan ook bij jullie komen eten meteen. Insisteren, ze gaan op een vast contract en dan zijn ze al zwanger en dan worden ze aangenomen. Maar eigenlijk mag dat niet. Ja, heel slim is dat. Oh ja, het kan wel. Ja? Het is van groep 3. Nou jongens, willen jullie dat ik voortaan zo ga vloggen? Ja, toch? Het wordt groep 3. Maar die is heel belangrijk. Zo dichtbij. Als je 3 goed doen, dan moet je van die uitdagingen aan. Van je lichaam. Ja. Duimpje je omhoog als je deze man kent. Kijk, is het een man? Het lijkt me een monster. Is ook een monster. Ja. Van slapen kan je toch ook juist heel erg hoofdpijn krijgen? Moussaka met zelfgemaakt flatbread. Nee. Pita. Bread. Klopt. Maar je bedoelt dat je als man dan niks meer voorstelt? Nee, als ik een cadeautje heb gegeven. Een espresso. Met en learn how to drink. Ik ga alles ruiken. Mama wil ruilen. Deze kan ik even plaatsen. Welke? Ja, dat is een hele aparte geur. Moet je echt van houden. Mama wil haar mango ruilen met iets van Melissa's ootje. Maar zij heeft ook een stereo Jenny. Hij had een potje zeker. Het moet echt goed zijn aan je ruilen. Ja. Wil je er eentje dan heb je geen keuze meer of je kan ruilen. €4 per shot. Ja, bizar. Wat is dat? Oh, peer. Ik vind het prima om deze voor de mango te ruilen. Ja, de plan. Oh, die heb jij ook al voor je groot gehad, plan. Ja? Heb je de mango? Nee, ik heb ze heel snel. Maar nu wil ik toch wel de mango hebben. Oh, wat heb je fris? Ja, dag, mama. Ja, ik heb gewoon vies. Jammer. Jeetje. Gewoon vies. Nou. Ook lekker dit. Die plan vond jij lekker, dat weet ik nog. Ik vind Morriga dus altijd lekker. Maar ik vind het leuk omdat deze ook heel vrolijk is. Mag ik ruiken, die plan? Weet je waar ik oil zei? Omdat jij had zo'n... Ja, dat is heel lekker. Het is de huis. Ja, dacht ik wel. Lijkt alsof je zelf met body oil zit in te smeren. Oh ja. Ja, dus wel, ik vind het niet heel boeiend, deze geur. Lijkt alsof je zelf met body oil zit in te smeren. Ja, ik ben het ook best bewaard voor jou. Ja, ik ben het ook best bewaard voor jou. Maar joh. Ziek vet. Jullie kunnen wel even zien wie er bij 35. Wow, joh. Dit ruikt heel lekker. Wat is dit, papa? Bon appetit dan. Dit was de chocolade taart. Hey, maar wat zit erop dan? Mokka merengue erbij of zo. Zit erop. Koffie merengue toch? Maar wat is het, pap? Vertel even. Ja, het is een chocolade taart met koffie merengue, maar. En de bodem is zandkoekjes. Zo. Oh ja. Wat lekker, een pizza. Voor meer informatie benadert u mijn vader maar op Instagram. Mazzel. Ik ben bezig met de cadeautjes voor het dobbelspel vanavond. Dit is een theebleek met een thee-ei en zo. Dit is een pak groentesoep van Unox. Dit is een zwangerschapstest. Dat is ook grappig. Ik heb hier nog wel leuke cadeaus. Ik ga ook gewoon dit inpakken, want dat gebruiken we nooit. Dit. Zo, sommige dingen zijn meer dan €5, andere zijn echt flut cadeaus. Een rare waterfles die we hadden gekregen eergisteren. Dit ding. Ik hoef maar 2 dingen per persoon volgens mij, maar ik ga gewoon lekker veel doen. Dat vind ik leuk. Hier heb je echt veel papier voor nodig. Ik denk dat iedereen serieus blij is met servetjes. Ja, maar je kan ook op het einde een soort van gaan battle of zo om een cadeau te krijgen die je wil, zoiets. Dat is wel leuk. Oh, dit cadeau is best goed ingepakt. Tweede kerstdag. Hoi. Hey. Ik vind het wel. Daar is nog een plek aan. Ja,
is nog geen plek. Cadeautjes. Gewoon ineens een gender reveal hier, jongens. Is de kleur helemaal mislukt? Is het geel? Nee, ik moet gewoon even een puntje uithalen. Oh my god, roze. Ja, het is roze, toch? Volgens mij is het roze. Wel netjes snijden, hè, man. No pressure, hè? Niks aan de hand, het wordt gefilmd. Het een mooi puntje zijn, hè? Gerda, je maakt het echt spannend. Ja. Bedankt. Ik heb gevochten. Ik heb echt geweldige cadeaus. Een puzzel, kaarsen en cutting rods. Ik ben zo blij. Zo, dat was echt een hele gezellige kerst. We hadden ons trouwens ook even laten testen allemaal van tevoren. Dus dat was ook wel fijn. Dat je gewoon zeker weet dat iedereen negatief is. Heerlijk gegeten, geborreld, dol, spel gedaan. Dat was echt super leuk. En we hebben echt een goede buit binnen gesleept. Het zijn trouwens die nagels. Ik vind ze vorm en de kleur niet per se mooi, maar het is wel handig. En nu gaan we lekker naar bed. En het was niet een hele spannende kerst. Ik had ook niet echt een kerstgevoel dit jaar, maar het was wel heel gezellig. Doei. Oh, ik was net te laat met filmen. Is sushi eruit? Papa probeert een matras op te rollen. Pak dan een touwtje. Ja, doe het meteen. Ga jij mee met die oh my god, we hebben boerderijsgeertje. Kijk hoe schattig. Hé, hey, zij is ook schilderd. Hi. No. Ze zijn allemaal zo cute. Oh, zo lief. Oh, ja. Jullie willen eten. Zo cute. Daar kan je deze op doen. Kratje, want er staat op een krukje. Oké. Ik durf het niet. Jij wilde een slokje pakken. Lekker. Super lekker massage. Mijn boerderij Geertje, het is echt lekker. En het doet me denken aan mijn opa en oma in Frankrijk. Omdat je... allemaal hout ruikt en open haard en zo. Papa. Poging 2 na een paar maanden om naar de aardbeidrijf te gaan. En het is weer zo druk. Ik heb geen pen, nee. Moet jij een paraplu hebben? Nou ja. Het zou wel lekker zijn. Man. Waarom heb je niet je capuchon op? Ja. Staat niet zo netjes. Nou, hier gaan we voor. Heel lang geleden in de zomer gingen we een keer naar de Aardbeien Drive in Hazerswoude. Toen kwamen we hier aan en toen was er 3 kwartier rij en toen gingen we weg. En toen dachten we, toen we wegreden, oké, we gaan toch terug. Toen gingen we terug, toen was er 1,5 uur lang een rij. Toen gingen we dus niet meer en nu zijn we dus wel gegaan. En het is weer heel druk, maar omdat het super slecht weer is en er is toch corona, dachten we, we gaan gewoon. We hebben nu dit lijstje. Als je dan gaat, moet je het ook wel goed doen. Dus we nemen... 10 aardbeienbonbons, 2 aardbeienspiezen, een aardbeienspies met Oreo, 2 smoothies, nog een fles aardbeiensap en aardbeienjam. Ik ben echt benieuwd. Voor ons rijdt Charlene. Kijk, het ziet er wel heel cute uit hier. Ik ben heel benieuwd als we naar binnen gaan hoe het eruit ziet. Wee. Dit wil ik echt filmen. Wee. Ja. Cool. Hier zijn allemaal dingen. Ah, oh, hier ligt van alles. Yummy. Hier zijn ze van alles aan het maken. De bonbons heb ik even niet. Wow. Je kan het hier opzetten. Wow. 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 Wat heeft hij? Jam en een aardbeienappelschap had ik Ja, aardbeien zo. Dankjewel. Fijne dag. Wow. We hebben echt een ziek mooie wafel.
dit sap. Ik dacht dat het alleen maar aardbei was, maar het is aardbeiappel. Verse jam. Deze. De bonbons hadden ze niet, dus we hebben deze. Die gaan we vanavond als toetje eten. Ze zijn wel echt mini. Maar is dat nu volgens mij ook geen aardbeienseizoen? En deze drie spiezen. Oh, die is echt super lekker en koud. We zijn in een chic restaurant. We hebben een 4-gangen menu voor 29,95 per persoon. Als voorgerecht hebben we een mandje vers brood met kerstboom, kruidenboter, groene olijftappenade, gekruide olie, hummus, garnalencocktail en bieslookroomkaas en gemarineerde olijven. Tussendoor hebben we een bruschetta van Roma tomaatjes, knoflook, basilicum en olijfolie van de eerste persing. Als hoofdgerecht hebben we ravioli van ricotta en spinazie. Slash spaghetti met pittige oude kaas van het geertje en cocktailgarnalen. En als nagerecht hebben we chocolademousse van melkchocolade met verse gedecoreerde aardbeien uit Hazerswoude en verse munthee met honing. En dit is vast het voorgerechtje met brood. En we hebben lekkere speciale limonade en rode wijn en prosecco straks. Lekker. Yummy. Jongens, het is oud en nieuw. Dit is mijn outfit. Hoe doen mensen dit altijd? Nou goed. Ik ben zwaar ongesteld en niet helemaal lekker. Dus ik dacht, ik ga er niet leuk uitzien vanavond. En onverwachts heb ik toch nog een leuke look. Alles is oud eigenlijk. Alleen deze blazer is nieuw van Naked. Kort. Super handig. Oké. Okay. Let's go. We zijn met Bartemel en we gaan lekker eten. Robert heeft gekookt. Nee. Mexicaanse tortillas met aardappel, rijst en volgens echt Sinaloa. Wat is Sinaloa? Ja, leg het even uit. Waar komt El Chapo vandaan? Wie is dat? Spanje. Mexico. 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 Hier is Mel. Hi. En zit een haar op je camera. Nog 2 minuten. Ik? 28, 27, 26. Wat gaan we doen dan eigenlijk? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Het was een hele gezellige oud en nieuw. Wij gaan lekker slapen. Ik hoop dat jullie ook trouwens een hele fijne jaarwisseling hebben gehad. En de allerbeste wensen voor jullie. En dat al jullie dromen en wensen uitkomen dit jaar. En dat je alles mag gaan waarmaken. En zo niet, is dat ook oké. Oh, en het lijkt me trouwens heel leuk als je even laat weten hoe je oud en nieuw hebt gevierd. Want we konden natuurlijk niet zoveel met corona. Dus voor met niet veel kan je het ook heel leuk hebben. Dus ik ben benieuwd hoe jullie het hebben gevierd. Nou, net een nieuwe puzzel. We zijn al 2 stukjes kwijt, maar hij is over. Hij is echt heel erg leuk, vind ik. Voor mensen die net als ik ook niet echt houden van gewoon te moeilijk. Dit is hem. Van bol.com. Het is gewoon super leuk omdat je gewoon weet dat als je een blauw stukje hebt, dat het dat boek is of dat boek, weet je wel. Ik heb er echt een hekel aan van die puzzel met 30 dezelfde of 100 dezelfde soort stukjes. En dat je dan alleen maar moet passen of die past. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ik wil kunnen zien. Dus ik vond deze van 200 echt super leuk. Hallo jongens, ik heb vandaag met mijn schoonmoeder een paar uurtjes in mijn kantoor gewerkt. En kijk, de laatste troepjes. Maar het ziet er toch al veel beter uit. Toch? Boven wil ik er even allemaal shoppers zetten met oude kleren die ik wil gaan verkopen. En er moet gewoon nog iets van een kastje. Ik kan nog anders gaan indelen, maar ik heb nu geen zin meer. Maar als je weet hoe ze eerst uitzag, is het echt een verbetering. En we hebben ook deze hele kast ingedeeld. We hebben echt bizar veel wijn, omdat ik gewoon echt raar ben en heel veel koop. Dus hier staat allemaal wijn en zo. Frisdrank. Biertjes, dingen van alles. Hier laadjes, echt heel handig. Dingen. Hier nog eten en hier nog wat andere troepjes, super handig. Kijk, hier onder de trap is het ook heel erg verbeterd. Het is echt super erg georganiseerd nu. En de gang is nog steeds niet af, zoals je dan kan zien. Maar dit lag helemaal vol met spullen. En dit is alles wat er nu nog ligt. Dat is echt een enorm verschil. Dus het schiet nu gewoon een beetje op. Heel blij mee. Hallo, het is woensdag en ik ben voor het eerst sinds heel lang weer eens een keer gewoon in mijn eentje op stap.
wat betreft sociale dingen. Want ik ben nu in Woerden. Ik ga nu naar mijn oma. Die heb ik echt extreem lang niet gezien. Echt heel erg. En daarna naar Lot. Want daar ben ik weer heel lang niet geweest. Ze is wel bij mij geweest, maar ik niet bij haar. Ik heb allemaal lunch mee. Voor oma en voor mij. Ik ben alleen 40 minuten te laat, zoals altijd. Arme oma, die zit te wachten op haar eten. Het is al bijna 2 uur. Maar goed. Oh, nou, dan moet ik toch maar gaan proberen. Maar moet je wel echt bijenhoning nemen? Oh. Dit ben ik, vroeger. Er hangt alleen nog maar een foto van mij, Ruben. En nog niet van mij, Neil. Kijk, mijn ouders. Lieve, super mooi. Wat gaan we ook weer kijken, oma? Ik smaak niet. Dividend. Nou, dat was gezellig. Raar, het voelt er nou niet alsof je zo lang niet bent geweest. Ik was niet super energiek of zo. Terwijl ik helemaal niet heel moe ben. Maar we zaten ook gewoon een beetje op de bank, dus daar word je ook niet echt energiek van. Heel veel zin om naar Lot te gaan. Dus echt 3 minuten rijden. Maar ja, ze woont hier. Waarschijnlijk is het de laatste keer dat ik naar haar huis ga ook, denk ik me nu. En ik heb super veel om Bolly en Lilo te zien. En lekker gezellig avondje met Lot te hebben. Dus ik ben daar om 4:15. En echt zin in. En voor haast ook leuk dat hij een keer een avondje met vrienden thuis heeft. Alleen, want ik ben echt altijd thuis. Ik vind het gewoon zo gezellig thuis. Dat is wel echt een heel goed teken trouwens hoor, dat je niet weg wil, maar oké. Ook heel, heel leuk om een keer wel de deur weer uit te zijn. Mijn oma was er trouwens lekker eerlijk. Die zei tegen me dat ik op beeld mooier ben dan in het echt. Love you oma, zo lief. Dankjewel. En ze vroeg of ik wel aan panties kan komen, aangezien mijn bovenbenen zo dik zijn. Leuk! Heel leuk. Goed. Mensen wilden bij jou meer huisstijl en keukenbeelden zien, hè? Zag ik in je poll. Ja, nou, had ik al verwacht. Jij ook, hè? Ja, had ik ook al verwacht. Maar ik wilde het toch even zeker weten. Maar dat zijn echt jouw kijkers. Volgens mij zouden mijnen dat niet. Weet ik niet eigenlijk. Ja, maar ik ga ook weer meer foodvideo's maken. Want dat vind ik zelf ook heel erg leuk om te doen. Gewoon over eten en zo. Ja, is ook heel leuk. En die deed het ook altijd heel erg goed. Ja. Maar ik kon het gewoon niet opbrengen. Nee, op een gegeven moment vind je het gewoon even niet meer leuk. Ik eet een courgette. Ja, dat maar. Precies hetzelfde. Ja, ik krijg dus een wijntje van Lot. Ik heb die andere net naar de glasbak gebracht. Nee, dat was hetzelfde. Nee, maar ik heb al de 2 verschillende. Maar die koop ik dus heel vaak opnieuw. Oh. Ik zal straks even op de site van Jumbo kijken. Nou, ik drink de laatste tijd toevallig weer even wat witte wijn. Dat heb ik echt heel lang niet gedaan, omdat ik er gewoon nooit goed tegen kan. Dus ik zeg van, oh, deze is echt heel lekker. En ik dacht bij mezelf, hij smaakt een beetje als water. Ja. Niet zuur. Staat er hier lekker als wijn, verfrissend als water. En het is een seltzer, dus hij heeft maar 4,8%. Volgens mij heeft de normale wijn 12 of 13. Ik heb echt geen idee. En blijkbaar minder calorieën of zo, maar het smaakt gewoon echt naar een wijntje, dat wel. Ja, ik ook. Ik ga die andere even opzoeken. Ik ken dit dus niet. Even kijken. Maar, hè? Oh, zo veel. Of is het gewoon een verkeerd dingetje eromheen, Lot? Dit ding hoort er niet omheen misschien. Jawel, toch? Hier staat nergens dief in. Nee, echt niet. Het klopt niet. Ik heb het niet gedaan. Zieke hoor. Mindfuck. Dit is gewoon 11,5%. Ik denk dat dit is gewoon wijn toch? Ik vond hem wel echt als water smaken, maar niet als minder alcohol. Wow, is deze van mij? Maar dit zat ook op die andere. Nee, ik maak geen grapje. Als er lippen op zitten. Volgens mij heb jij mijne, heb ik het idee. Ja, jij hebt al meer gedronken, denk ik, dan ik. Ja, kijk dan. Maar ik zie niks erop zitten. Ik had het gevoel dat die rechter van mij was. Ja, hier zijn mijn lippen. Oké. Okay. Oh, nou, leuk verhaal. Huh? Maar hij is lekker in ieder geval. Ja. Huh? 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 Zeg dat kopje waar ga je heen? Zo alleen. Zo alleen. Doorheen. Zo alleen. Past ook wel goed bij de wijn. Lamstremsel. Gadver. Ja, het is dus niet vegan. Lam. En dus ook niet vegetarisch. Want stremsel is niet vegetarisch, toch? Of heb je ook non-dierlijk stremsel? Weet ik niet. Question of the day. Leuk dat we exact dezelfde vlogbeelden hebben. En dat dit over 3 dagen online komt en dit over 7 nou, dagen. Nou, ik loop tegenwoordig ook best wel een beetje achter hoor, met mijn vlogs. De eerste beelden van mij zijn volgens mij 6 december. Die moeten nog online zijn. Ja, maar ik ben met die andere serie bezig. Dus ik doe nu eigenlijk steeds mijn vlogs in een maand. Ik. Ja. Maar ja, die serie vind ik echt heel leuk. Ja, ik loop wel achter hoor, moet ik eerlijk zeggen. Je hoeft ook niet te kijken. Maar ik wil ook gewoon dat je mij af en toe persoonlijk update. Doe ik. Ben jij in beeld in mijn vlog? Ja. Oké, okay. Fijn. Gratis vermaak. Ja.
Zo is wel echt zout als je zo'n stukje gewoon zo alleen hebt. Ja, het is lekker, maar eigenlijk moet ik stoppen met vloggen, anders heb ik precies jouw beelden. Boeien. Het vind ik trouwens best wel een serieus onderwerp. Wat? Nou, oude mensen die dus hun boodschappen niet zelf doen, omdat ze de deur gewoon niet uitkomen. Mm-hmm. Gewoon los van corona, ja. Er zat iemand die dan haar boodschappen voor haar bezorgt, maar die doet het nu niet meer. Gewoon een vriend, die wil het niet meer doen. Ja. Dus voor de avondeten heeft ze van die maaltijden die kant-en-klaar bezorgd worden. Mm-hmm. Maar voor de ochtend en de middag, wat zij nodig heeft is zo weinig dat al die bezorgdingen, die vragen veel meer geld. Ja, klopt. Dat is heel duur. Ja, dus ging ik het uitzoeken. Alles is 50 euro en dan heb je de... Wat was het nou? En je hebt hier ook geen picknick of zo. Nee, eentje was 40 euro. En dan heb ik er eentje gevonden, dat is de Co-op. Ja, nee, sorry. De Plus. De Plus had wel 25 euro en in Woerden. Dus ik heb alles uitgezocht, dus mocht je het willen weten. Ja. Als je in Woerden woont, de Plus. Maar we kwamen maar aan 10 euro. Ja. Dus komt er gewoon niet aan. Nee, dat is dus hoe komt zij dan aan haar eten? Ja, dan moet je dus geluk hebben dat je iemand in je omgeving hebt die boodschappen voor je doet. Super zielig vond ik het. Ja, ik vind dat ook zielig. Want ik zei, oma, echt, stuur maar elke week wat je wil hebben en ik bestel het voor je, weet je wel. Geen probleem, dan pin je lekker aan de deur. Ik heb dat wel gefixt. Maar ze kwam er niet aan. Zielig. Ja, maar hoe doet ze het nu dan? Ik heb 6 eieren, ik eet er 2 per week. Ik heb 2 broden, daar doet ze ook heel veel. Ze eet niet zoveel. Nee, dat is dan weer het voordeel van oude mensen, dat ze inderdaad wat minder eten. En ook meestal minder gevarieerd en zo, dus ook minder nodig hebben. En niet luxe willen, want ik haal lekker luxe dingen. Ja. Dus ze geniet er onwijs van, maar ze gaat het zichzelf niet gunnen. Ze het wel kan betalen. Ja, maar dat is echt wel een beetje typisch oude mensen. Ja. Oh ja, ik wilde bijna hier een slokje uitnemen in plaats van uit mijn wijn. Heb je al geproefd? Nee, maar ik denk dat het bijna klaar is. Wat maak je? Risotto. Met courgette, champignon, kastanje champignon, pecorino, lentuig gaat er nog overheen, bieslook gaat er straks een beetje doorheen. Ja, heel veel wijn zit erin. Wijn zit erin. Bouillon. Bouillon, knoflook, ui. Ja. Lekker, ik heb er echt zin in. En misschien nog een beetje limoensap, dacht ik. Voor een frisje. Kan. Ja, maar dat doe ik dan ook pas als het klaar is. Ja. Ik moet even proeven of het lekker klaar is. Ja. Eigenlijk moet dit dan in zo'n mooi... Het is mooi. Ja, maar in zo'n... hoe heet zo'n ding? Weet je wel, zo'n rondje. Dat je zo'n perfect rondje creëert. Nee, risotto toch niet? Wel? Nou, is wel mooi. Oh, ik vind het juist wel mooi. Zal ik de garnering doen? Ja, wil je rucola erop? Ik hou niet zo van rucola. Oké. Voor mij hoeft het ook niet. Hoeveel bosui wil jij? Mij mag het wel wat. Dit bord is mooier. Wil je het telefoon weg doen? Het ziet er altijd stom uit, hè? Alsof je geen leven hebt. Precies. Kijk even, jongens. Dat is lekker. En? Ik heb net een smintje op. Maak het naar chocola? Mooi. Jeetje, hij heeft ook geen geheugen meer zoals altijd. En jij zit er niet in. Ik vind het grappig, want dit had ik net bekeken. Voor 35, voor vegan dingen. En Lotte heeft het. Wat vond je er nou van? Het is wel lekker. Een beetje knapperig. Ja, maar smaakt het naar chocola? Ja, wel. Maar op zich... Ik hou niet van chocola, misschien vind ik dit heel lekker. Ik vind het wel lekker. Dat knapperig vind ik lekker. Mm. Weet je wel, ik proef dat het geen echt chocola is. Het smelt niet echt. Nee, en je proeft heel veel suiker. Maar voor vegan chocola, melkchocola. Ik bedoel, pure chocola is ook gewoon meestal vegan. Omdat er geen melk in hoort. Ja, dat het wel voldoet aan je chocoladebehoefte. Ja. Maar. Het is raar. Eigenlijk is het helemaal niet heel anders dan chocola. Maar toch is het heel anders. Ja, het is een beetje zeg maar als goedkope chocola uit Amerika. Ja. Vind ik. Het smaakt echt naar hartvet. Om eerlijk te zijn. Ja. Hartvet met suiker. Ja. Klinkt heel goor, is het niet, maar dat is het, ja. Ja, net als die goedkope chocola in Amerika. Nog maar weet ik wat je bedoelt. Maar ik zou het wel eten als ik van chocola hield. Ja, en als ik vegan zou zijn en van chocola hield, Het ziet er super leuk uit. Het smaakt zeker niet naar praliné. Maar het is best wel prijzig. En ik zou het er als non-vegan niet per se voor over hebben. Ik koop dan liever echte chocola. Maar ja, ik ben ook geen vegan. Ja, het is echt een beetje koetjesreep. Ja, en dat vind ik ook niet per se lekkere chocola. Ja. We gaan nagels lakken. Doei. Ik was al super lang benieuwd naar dat merk, want iedereen promoot dat de hele tijd. Dus ik heb een Giddy uitgekozen om nu mee te lakken. Ik was volgens mij echt een van de eerste in Nederland die een samenwerking had. Hey, chickie.
It must be like. Ik moet zeggen, ik wil hem wel opeten. Dat heb ik niet snel met chocola. Ja, ik heb hem ook opgegeten. Oké, gefeliciteerd Lotte. Ik weet niet of iemand dit ooit in zijn leven heeft gedaan. Ja, ik. Helemaal gek. Ik gebruik dit wil ik nu alleen eten. Nog maar deze nagellakremover. Ja, die heb je pas net. Helemaal niet. Ik heb deze sinds januari al hoor, vorig jaar. Het is pas nu net januari. Vorig jaar zeg ik. Wie maakt ooit zijn nagels schoon met nagellakremover die olie is? Ik, want dat droogt je nagelriemen niet uit. Ja, maar het is verschrikkelijk. Ik ben al 10 minuten bezig. Ja, en ik ben echt al lang klaar en ik heb er letterlijk 1,5 minuut over gedaan. Dus iets gaat hier fout en het is bij ik jou. Doe aceton. Wip, wip, wip. Ja, maar dan 5 heb je dus de rest van de week droge klauwen. Oh, nou, dit krijg ik ook kippenvel van. Halleluja. Het is lavendelolie. Het ruikt een beetje naar slaapmiddel voor mijn oma. Je had ook je eigen nagellakremover mee kunnen nemen, in mijn hè? Hondjes. Ik, helemaal hoor. Doe je stil, Horace. Dat hoor je. Mooi, en nu kan je niet eens lachen, want het is vet. Hey, dus moet je even je handen wassen en dan is het allemaal weg. Nou, ik ben echt heel benieuwd of iemand dit ook heeft. Ja, ik. Het is gemaakt van. En ik heb het gebruikt het echt al een jaar. Geen idee. Ja, ik snap het wel, maar het werkt zo naar. Ja, bij mij werkt het goed. Het heeft van mij een Polaroid gemaakt. Ik vind het echt heel erg jammer dat we niet allebei tegelijk in beeld kunnen. Ja. Ja, dan hebben we weer precies dezelfde vlogbeelden. Lieve mensen, het is nu 7 januari en ik heb weer een maand aan beeldmateriaal voor jullie bewerkt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mijn doel is niet om maandvlogs te blijven maken, maar nu ben ik zo druk, ook met de andere serie, dat ik er gewoon steeds even een maandaflevering van maak. Dus even geknald, alles achter elkaar gezet. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om het te zien. Doe even je duimpje omhoog. Vergeet me niet te volgen op Instagram. En ik zie jullie weer bij een volgende video. Doei!